Ik vind het heel belangrijk dat er een namenmonument komt. Ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is dat je de namen kunt noemen van de mensen die je hebt verloren in de Tweede Wereldoorlog. Ik ben op reis geweest met het Auschwitz-comité naar de kampen in Polen en ben daar bij herdenkingsbijeenkomsten geweest. En daar noemde familie, kleinkinderen, nichten, neven de namen op van de mensen die ze verloren hebben in de oorlog. En ik heb de emotie gezien die dan naar boven komt. En hoe belangrijk het is dat je dan een plek hebt en dat je die ervaring met anderen kunt delen. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat er straks in Amsterdam zo'n namenwand komt, waar mensen naartoe kunnen gaan om eer te bewijzen aan de mensen die we hebben verloren in de oorlog.